Het is een mooi volkje, het is een dure sport. Vandaar dat de merkenraces uitermate populair zijn, omdat ze spannend zijn en financieel op te brengen. Hein van Nieveld volgde een Nederlandse kanshebber op de titel in deze Renault Turbo-klasse tijdens de finale van de Coupe Benelux in Frankrijk. Ik ben 24 jaar, ik kom uit Hilversum. Ik ben de hele week bezig met raceauto's om die voor elkaar te krijgen. En op het circuit te regelen dat daar alles voor het raceweekend voor elkaar is. Autoracen, zeker als je begint, is een hele dure zaak. Hoe ben jij begonnen? Hoe heb jij de financiën bij elkaar kunnen krijgen? Nou, dat was op Zandvoort hadden ze toen een nieuwe merkenrace georganiseerd. Dat was een goedkope klasse. En daaruit, dat jaar ging het best redelijk. Dus voor het jaar erop hebben we nog wel wat meer kunnen regelen om weer wat hoger op te komen. En dat is nu uiteindelijk, lukt het aardig. Je staat momenteel bij deze slotraces van de Renault 5 Turbo wedstrijden. Sta jij als beste Nederlander geclasseerd. Hoe doe je dat? Door in ieder geval steeds te eindigen, want alle punten tellen mee. Je mag niks aftrekken. Dus het is heel belangrijk. Het maakt niet uit of je nou tiende eindigt of vijfde, als je maar zorgt dat je in ieder geval elke race eindigt. Dat is heel belangrijk. Dit circuit, hè, Paul Ricard, is totaal anders dan Zandvoort. Vertel eens iets over dat circuit. Ik vind het een vreselijk mooi circuit om op te rijden. Omdat vooral, het heeft wel iets weg van Zandvoort. Het is een snel circuit. Heeft mooie snelle bochten. Maar hij heeft ook hele vervelende doordraaiers. Dat is, dan zit je echt op de grens van dat je bijna achterstevoren gaat of niet. En, dat maakt het wel spannend, dit circuit. Het is hier heel anders gegaan dan je eigenlijk verwacht. Ik was gisteren nog wel erg boos op een paar dingen, op mezelf ook. En toen had ik gewoon voor mezelf gezegd van koste wat het kost. Ik wil gewoon die eerste startplaats hebben. En dat is nog gelukt ook. Jullie gaan met 32, 35, 42 auto's de baan op. Dat is vrij veel. Ja, dat is erg veel. En daarom is een start ook heel erg belangrijk dat je een beetje vooraan staat. Dus in ieder geval bij de eerste zes. Het is nog niet eens zo belangrijk bij een merkenracerij om pole position te hebben. Dus de snelste trainingstijd. Het is nog niet eens zo belangrijk. Het is natuurlijk leuk voor je sponsor dat je daar op een eerste plek staat. Maar de start is heel erg belangrijk. Als je de eerste ronde maar heel doorkomt, dan lukt het uiteindelijk wel. Want de grootste klappen die vallen meestal in het middenveld. Je had de snelste trainingstijd, ja. Maar je was inderdaad niet snel, hè? Nee, dan heb ik te lang bij de start gewacht met mijn koppeling. Dus die verbrandde. Dus ik heb de hele race door min of meer met een slippende koppeling gereden. Dus ik moest heel voorzichtig opschakelen en allemaal dat soort dingen. Wat is nou jouw sterkste punt? Snel sturen en het gas erop houden natuurlijk, of de auto heel erg goed afstellen? Nou, het afstellen doe ik niet, dat doe ik mijn broer. De motoren doen ze bij een tuner in Nederland. Het sturen gaat me aardig goed af. Wat heel erg belangrijk is, is dat je je hoofd erbij houdt bij een merkenrace. Dat je gewoon in ieder geval zorgt dat je constant kan rijden, 12 rondjes lang, zolang als de race duurt. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Dit zijn merkenraces, dus in principe zijn al die auto's net zo snel.
toch sta jij als beste Nederlander in deze Coupe Benelux. Betekent dat dat jouw tuner toch manieren gevonden heeft om die auto net wat sneller te maken dan die van je andere Nederlandse concurrenten? Ja, we zijn heel erg mee aan het testen geweest. Dat is heel erg belangrijk. Het is niet alleen de motoren wat het gewoon een auto sneller maakt. Het is ook de wegligging, wat echt heel erg belangrijk is. Het is ook bij een gewone personenauto ook op de weg. En dat alles bij elkaar genomen. Dan noem jij één ding niet, en dat is dat sturen. Want je kunt natuurlijk een hele snelle auto hebben, maar als je geen meter kunt sturen, dan kom je nog niet vooraan. Je bent heel bescheiden, hè? Ja, best wel. Dat, is dat een goede eigenschap van een coureur om bescheiden te zijn, of zou je toch eigenlijk niet iets brutaler moeten zijn? Want in je rijden ben je dat wel. Ja, dat wel. Maar dat is, ik denk dat het gewoon een combinatie is van alles bij elkaar. Natuurlijk moet je niet te verlegen zijn. Dat werkt niet. Maar om nou gelijk van de hoogste plank te springen, van de hoogste toren te gaan schreeuwen, dat heeft helemaal geen zin. Dat gaat misschien een jaar goed en dan gaat het uiteindelijk fout.